Game 78, zoals de naam het zegt, is opgericht in 78. Daar zijn we niet begonnen met tennissen. Het heeft nog eventjes geduurd voordat de banen gereed waren. In 79 zijn we normaal gesproken zijn de eerste banen volgens mij geopend. Dat was toen een kantine en een kleine barak. Als ik het goed heb, zijn halverwege de jaren 80 is het clubhuis wat je hier achter ons ziet is gebouwd. Toen hadden we nog 4 banen, uiteindelijk zijn we naar 6 banen gegaan. Het ledenaantal heeft op een gegeven moment getopt en hadden we ongeveer een 400-tal leden. Maar de laatste jaren hadden we gezien dat de ledenaantal terugliepen. En we zijn ons gaan afvragen van hoe kunnen we het ledenaantal behouden. Of in ieder geval de vereniging behouden. Dus er moest iets gebeuren. En toen hebben we de optie van de padelbaan bekeken. Ik sta hier met de heer Hageman, wethouder van sport, op de nieuwe padelbanen in Klingen. Allereerst mag ik u proficiat wensen met de opening van deze mooie banen. Nou, u moet mij niet proficiat wensen, u moet de mensen van Klingen proficiat wensen met deze fantastische voorzieningen. Want dat is het, als je kijkt wat ze met heel veel vrijwilligers op korte termijn voor elkaar hebben gekregen, dan neemt het college van burgemeester en wethouders een petje vooraf. We zijn gestart na het toernooi vorig jaar met de bouw van de banen in juli, eind juli. En de banen zijn officieel, niet officieel, dat is vandaag, maar de banen zijn al eerder in gebruik genomen. En dat is ongeveer in oktober, november geweest. Waarom is het ook zo belangrijk dat er padelbanen worden geopend in onze gemeente? Nou, belangrijk is dat het een sport is die enorm groeit. En de tennisverenigingen die waren minder aan het groeien. En doordat er padel mogelijk is, is tennis beter toegankelijk ook voor jongeren. Ze beginnen met padel en ze groeien dan door naar tennis. En het is ook een stukje leefbaarheid voor Klingen. Want ik heb begrepen dat ze al 60 leden bij hebben op zeer korte termijn. En dat is natuurlijk heel knap. En na het openen van deze twee mooie banen is er natuurlijk een vervolgvraag. Wat gaat de toekomst voor de vereniging brengen? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar zoals je ziet waarop we hier nu staan, de houtsnippers, daar is nog of ruimte voor een derde padelbaan. Mocht het het ledenaantal dusdanig groeien of het gebruik dusdanig groeien dat we hier de middelen voor hebben om een derde baan te leggen. Ja, waar we nou in gesprek over zijn, maar dat zijn oriënterende gesprekken, de tennisbanen zelf niet. Maar we kijken wel naar verdere samenwerking binnen alle Klinkse verenigingen. We denken na om mogelijk in de toekomst, maar niks is zeker. Dus we zijn dat aan het inventariseren. Maar er zijn gesprekken gaande om een omnivereniging ervan te maken. En een omnivereniging, wat zou dat precies inhouden voor deze vereniging? Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we samen met de voetbalvereniging, samen met de judo, samen met de dansvereniging, dat we iets van een soort van één lidmaatschap kunnen aanbieden waarbij al die sporten beoefend kunnen worden. En dat er verdere samenwerking tussen de verschillende verenigingen is. Omdat je toch ziet dat er een teruglopend aantal vrijwilligers is. En dan kun je sommige zaken beter combineren. Maar goed, zoals gezegd, dat zijn eerste oriënterende gesprekken. En binnen alle verenigingen is daar nog geen consensus over. Maar dat zijn zaken waar we over na aan denken zijn.
En stel nu, ik zou graag hier willen padellen. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Je kan een baan huren via Meet & Play. Met vieren geen leden kunnen een baan huren buiten de piekuren via Meet & Play. Je kunt ook als introducé met een van de leden meegaan. Dat gaat dan via de KNLTB Club app. Of je kunt gewoon lid worden via de site van game78.nl. Zie je hoe je lid kunt worden. En dan kun je onbeperkt padellen hier. Dat is goed om te horen voor alle kijkers thuis waar het nu zo begint te kriebelen om ook te gaan padellen en ook misschien te gaan tennissen. Ik wil u nog veel plezier wensen op deze mooie openingsdag van de padelbanen. Dank u wel. Ja, dank je wel. Wat heeft u zelf precies met padel? Want u was vroeger voetballer. U staat nu ook bekend om de veldcross die u in Hulst heeft gehaald. En wat is dan de connectie met tennis en padel? Nou, ik heb met padel niks. Ik heb in mijn vroeger jaar nog wel eens in een blauwe maandag getennist. Met heel veel plezier. En toen was het zo, als je dan een grote tennisser had, dan werd er meer getennist. Was er een grote voetballer op dat moment, dan werd er meer gevoetbald. Maar op dit moment zijn er zoveel verschillende sporten waar de jeugd uit kan kiezen, dan moet je toch iets extra's durven te doen. En dat durven de mensen hierop klingen. Dat is mooi om te horen. En gaat u zo meteen zelf ook nog een balletje slaan? Dat heb ik zojuist gedaan. Ik heb twee keer geslagen. Het was twee keer er volop, dus ik denk dat voldoende is. Want ik denk ook dat ik nog wel een keer zou kunnen missen als ik het meer normaal doe. Dat is mooi om te horen. Dan wens ik u nog een fijne dag op deze prachtige opening van de padelbanen in Klingen. Dankjewel. En ik hoop dat het hier een fantastisch mooie zomerse avond al wordt. Het wordt al wat warmer. En dat de mensen er met volle teugen van kunnen genieten. Want dat verdienen ze ook.